Franse studenten in Suriname. Boksport, nieuw leven ingeblazen. Goedenavond en welkom erbij. Een spuitje. Ouch, dat is vervelend. Daarom zijn de meeste kinderen bang om geprikt te worden. Maar artsen in het buitenland hebben hier wat op gevonden. Toen ik al een spuitje kreeg, vond ik het wel eng. Het lijkt of iets je echt hard prikt, een naald. Ik vond het wel een beetje eng. Geen moeilijk, want ik was bang. Als je geen spuitje krijgt, kan je ziek worden. En als je ziek wordt, kan je ook doodgaan. Ja, een spuitje krijgen is erg belangrijk. Maar als alles gaat zoals het moet, komen er geen spuitjes meer aan te pas wanneer er gevaccineerd moet worden. En dat is goed nieuws. Ik vind het goed dat ze op een nieuwe manier spuitjes zetten die ons pijn doet. Dat is een goede oplossing, want je hebt echt mensen die bang zijn voor spuitjes. Dat zou ik goed vinden, omdat hoef je geen pijn meer te voelen in je hand. Ja, de technologie is ver. Ze hebben dus nu een nieuwe ontwikkeling. Het is dus een prikje zonder pijn, zonder naald, middels lasertechniek. Dat ze dus ook de diepte kunnen instellen. Het is natuurlijk interessant. Mensen, als ze dat horen, zijn ze dan minder angstig. Maar meestal zijn zulke nieuwe uitvindingen zijn dan heel duur en niet toereikend voor alle patiënten. Dus ik zou me toch even dus houden aan het toedienen middels een naald. Nog even geduld zou je zeggen, maar voor de kinderen kan het niet snel genoeg. Wij zijn de kinderen van de Anjelieburgerschool en wij willen als spuitje dat niet pijn doet. Niet alleen kinderen zijn bang voor spuitjes. Wat mij betreft mag het ook zo snel mogelijk anders, zonder naald. Geen Nederlandse of Engelse studenten op bezoek op Mulo Latour, maar Franse. 2 weken lang hebben jongeren uit Frans-Guyana meegelopen met de leerlingen. Naast elkaar zitten in de klas. 2 weken lang hebben ze van elkaar geleerd en vandaag nemen ze afscheid op een bijzondere manier. Le Suriname est un bon pays. J'ai aimé lorsque je suis arrivé ici et j'avoue que il est pas comme nous chez nous. Depuis que tata qui m'a dit In Suriname spreken we veel Engels en Spaans. Frans wordt er bijna niet gesproken. Toch begrepen de scholieren elkaar, omdat de Franse gasten ook een beetje Sranang spreken. Nee, het was helemaal niet moeilijk om ze te verstaan. Omdat ze ook Surinaams praten en onze Surinaams heeft ook Frans erin. Dus dat ze begrepen dat beter. En je vrouw vond het ook niet erg als we Surinaams in de klas mochten praten. Moi, je parle Sranatong avec eux, parce qu'ils comprennent le Djuka aussi. Je sais pas trop parler le néerlandais, juste un peu. Et je parle un peu en anglais avec eux ou en espagnol. Wel, soms ze verstaan het niet echt Nederlands en zo. Dus ik had wel mijn vrienden naast me. Dus soms misschien vertaalt ze het misschien voor me. Franse scholieren hebben genoten van suitje Sranang. En ook de Surinaamse jongeren waren blij met hun bezoek. Ik vond het leuk, gezellig, interessant en leerrijk. Ik heb Franse taal van ze leren praten. En zij hebben ook onze taal leren praten. Ik vind dat ze nu weg moeten gaan, omdat ze al gewend zijn geraakt aan elkaar. En ik ga ze missen als ze weggaan. Het is de eerste keer dat de scholieren uit Frans-Guyana op bezoek zijn gekomen op Mulo Latour. En het is heel goed bevallen. Er komt nu een tegenbezoek. Een groep scholieren van Mulo Latour reist volgend jaar af naar Frans-Guyana. Het is alweer 23 jaar geleden dat er in ons land de grootste vliegramp heeft plaatsgevonden. Van de 187 inzittenden hebben slechts 11 het overleefd. Voor veel nabestaanden is het vandaag opnieuw een droevige dag. Om de slachtoffers te herdenken is op de begraafplaats Rusthof aan de Jagannath Lachmanstraat een monument. Elk jaar gaan de nabestaanden hier naartoe om een bloemetje te leggen en even stil te zijn. Het vliegtuig vernoemd naar onze golden boy, Anthony Nesty, werd om 4 uur 's nachts verwacht op de Johan Adolf Pengel luchthaven. Aan boord waren voornamelijk vakantiegangers en voetballers van het kleurrijk elftal.
Zij zouden net als de juryprofs meedoen aan een voetbaltoernooi in ons land. De dag van het ongeluk was mistig. Er was weinig zicht. De Amerikaanse piloten probeerden toch te landen. Bij een van de pogingen raakte het toestel twee bomen. En na enkele minuten stortte het SLM-toestel neer. Uit onderzoek is gebleken dat de Amerikaanse piloten geen geldig vliegbewijs hadden. Ze mochten dus niet vliegen. Op de plek van de ramp zelf en in Nederland staan er ook monumenten om de slachtoffers van de ramp niet te vergeten. Uppercut, single punch en knockout. Allemaal termen die horen bij de boksport. Boksen in Suriname is al een hele tijd op een laag pitje. Daarom is het ministerie van Sport en Jeugdzaken gestart met een boksproject speciaal voor jongeren. En dat doen ze samen met de Surinaamse Boksbond en Lazaro Lugo, een bokstrainer uit Cuba. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Een vriend van mij heeft me gezegd dat ze hier een training geven. Daar ben ik gekomen. Met hem. Dus we waren op school, dus daar hebben we gehoord. Boksvereniging gaat bezig zijn met de scholen. Dus daar dacht ik, laat me ervoor kiezen om te kijken wat ik heb. We hebben uitnodigingen gestuurd naar een negental scholen. We zijn begonnen met scholen hier dichtbij in de omgeving. Zodat we ze makkelijk konden trekken naar het Aksuik Sportcentrum hier. Waar wij voorlopig geaccommodeerd zijn. En van die 9 scholen hebben 7 respons gegeven. En we hebben nu een totaal van om en bij 33 boksertjes die meedoen aan het project. Dus wat ik nu zie tot nu toe zijn wild enthousiaste jongelingen. De jongeren zijn vanaf 16 mei begonnen met de trainingen. Elke week komen ze naar het Wil Akswijk Sportcentrum om meer te leren over de boksport. Eén ding is zeker, de trainingen zijn niet altijd even makkelijk. Ze zijn een beetje zwaar, maar... Vanaf het begin gaan we eerst de nekspieren loslaten. En daarna gaan we even de pasjes doen, dus bokstaan. Buikspieroefeningen, dippen. En daarna gaan we even in het rond rennen om te kijken, dus links en dan gaan we... Jawel. Behalve deze lichamelijke trainingen leren de jonge bokstalenten ook veel meer over hoe een professionele bokser zich moet opstellen. Ten eerste, een bokser moet discipline hebben. Ten tweede, je gezicht beschermen. Sportief zijn. En ten derde, moet een bokser natuurlijk gezond blijven. Zorgen dat je lichaam goed beschermt, zodat je geen slagen van je partner kan krijgen. En is het altijd gelukt bij jou? Een beetje. Ik vind me aan toeslaan. Jawel. Vooral helemaal op mijn bek. Hoe ver wil je gaan? Zo ver ik kan. De trainingen duren tot en met augustus. Daarna komt er een scholentoernooi. En dan kunnen de jonge vechters tonen wat ze allemaal hebben geleerd. Nou, dat was het dan weer voor vandaag. We zijn er morgen weer met een nieuwe uitzending. Slaap lekker straks. Doei doei!